Ben jij klaar voor high frequency, high end en high value life en business changing inzichten, tips en tools? Dan is dit de podcast voor jou. Van harte welkom, mijn naam is Lisette Lucas en ik ben high frequency business coach, mentor, succesmedium en intuïtief transformatie hypnotherapeut. Met behulp van de podcast help ik je door de drie fases van mijn transitiesysteem, zodat je krachtig kan transformeren en shiften van fase 1, het energetisch ontwaken, naar fase 2, het blokkades doorbreken en het ontdekken van je missie, naar fase 3, waar je krachtig je soulful boodschap kan uitdragen via je eigen high and soul aligned business. Dus, ben jij klaar om je leven en business te shiften naar de next level van impact, inkomen, vrijheid en energy joy? Dan zou ik zeggen, go for it en geweldig dat je erbij bent. Podcast 196, UPW Unleashed. Hoe de kracht van herhaling je leven transformeert, plus reis mee naar Dallas. De show notes van deze aflevering vind je op www.lisettelucas.com/196... En download helemaal gratis mijn Lisette Lucas app, zowel voor iOS als Android. En daar vind je alle tips, tools, gratis downloads en uiteraard de Energy Joy Mastery Academy. Yes, van harte welkom bij deze aflevering 196 van de Shift naar Energy Joy en daarvoor bij podcastserie. Nou, om maar meteen met de deur in huis te vallen, ik vlieg volgende week samen met mijn oudste zoon Luca van 22 jaar naar Amerika. We reizen via New York en dan gaan we door naar Dallas. En wat gaan we daar doen? Nou, daar gaan we deelnemen aan het Tony Robbins event UPW, oftewel Unleash the Power Within. Nou, en voor mijn oudste zoon is dit de allereerste keer dat hij meegaat naar een Tony Robbins event. Voor mij inmiddels alweer de vierde keer dat ik ga deelnemen aan UPW. Maar je zal begrijpen, ik ben echt over the moon en kan absoluut niet wachten. En ja, het is een flinke reis, maar ik ben intens dankbaar om dit samen met mijn oudste zoon te mogen doen en beleven. En waarom deel ik dit dan in deze podcast, kan je misschien afvragen. Nou, heel simpel. Ik ga je meenemen op reis. Ik neem je mee naar Amerika. Waarom? Nou ja, zodat jij ook kan voelen, ervaren, shiften en mee kan leren van dit moment. Want je weet inmiddels, als het goed is, alles is energie. Dus ja, ga dit dan ook voor je laten werken, in jouw voordeel. Dus zelfs voor jou, al is het live bijwonen van een Tony Robbins event nu nog een bucketlist wens van je, onthoud dit. Want hoe meer je het helder voor je ziet, zeg maar, de beelden, de plaatjes, de woorden, de geluiden, misschien zelfs de geuren die daarbij naar voren komen, al die emoties en sensaties, wanneer je dat heel helder in je energie kan neerzetten, nou, hoe makkelijker jij het dus ook jouw realiteit kan laten worden. Want zo werkt manifesteren. Dus bekijk en luister mijn reis die ik ga maken naar Dallas ook vanuit die energie en frequentie. Zie het als een manifestatieoefening. En nu kan je misschien afvragen, Lisette, oké, allemaal leuk, maar waarom ga je überhaupt voor de vierde keer naar hetzelfde Tony Robbins event? Nou, heel simpel. Repetition is the mother of all skill. Oftewel, de kracht zit in herhaling. Dit is wat Tony Robbins ook altijd zegt. En wanneer je dus gaat voor mastery, voor dat hoogste niveau, en wanneer je dit luistert, geloof ik dat jij daar absoluut voor gaat. Dan ga je dus voor mastery. En dan is het belangrijk om te onthouden dat repetition the mother of all skill is. Oftewel, dat herhaling dan een absolute must is. Ja, dus neem dat mee. Dan is het dus niet alleen maar wat je doet, maar dan wordt het een krachtig, permanent, fundamenteel deel van wie je bent. En daarbij zelf train ik momenteel om Tony Robbins coach te worden. Dus ja, het is natuurlijk echt fantastisch voor mij ook om deze keer met een diamond ticket, ja, diamond, echt geweldig, bijna helemaal vooraan te zitten, ja, in de energie en power van de master himself. Dus een absolute droom die uitkomt. En dan ook nog samen met mijn oudste zoon. Wat wil je nog meer? En misschien leuk om te weten, voor mijn mediumschap, dus ik ben een high-end succesmedium, maar voor mijn ontwikkeling, mijn mastery naar het mediumschap, en die ontwikkeling gaat een leven lang door, wat dat betreft ben je er nooit. Dus lekker blijven leren en groeien. Maar voor die mediumschap ontwikkeling ben ik 10 jaar lang meerdere keren per jaar naar Engeland gevlogen. En ja, als moeder van 3 kinderen zijnde, kreeg ik toen heel vaak de vraag, als ik dan weer inderdaad in dat vliegtuig stapte om mijn diepste zielsverlangen te volgen, mama, wanneer
mogen wij nou een keer mee? Nou, dan zei ik altijd, als je volwassen bent en als je er klaar voor bent. En vooral toen de Arthur Findlay College en dergelijke zijn sowieso geen plekken om als minderjarige te komen. En ja, daarom gaat mijn oudste zoon nu mee. Hij is inmiddels volwassen met z'n 22 en hij is er absoluut meer dan klaar voor. En misschien ook leuk om te weten, ik werk zo nu en dan met echt jonge mensen, jongvolwassenen. En vooral rondom coronatijd heb ik meerdere sessies gedaan, simpelweg omdat het absoluut noodzakelijk was voor diegene op dat moment. Dus als ik dan een hulproep kreeg, dan ging ik daar natuurlijk meteen mee aan de slag. En werkt het voor iedereen? Nee, iemand moet er natuurlijk wel voor openstaan. Dat is het allerbelangrijkste, want anders gaat niks werken. Dus het is belangrijk dat iemand die open mind heeft en klaar is voor groei, klaar is voor transformatie, of die strong enough reason why voelt, die sterk genoeg reden waarom dit het moment is om te gaan veranderen. En vaak is het pijn. Pijn die daaronder zit. En pijn van het niet veranderen. Want stel je voor dat ik nu niet die actie onderneem. Hoe gaat mijn leven er dan over een jaar uitzien? Over 5 jaar, als ik niet in beweging kom. En dat is meestal reden genoeg om wel over te gaan tot actie. En dit vind ik ook even belangrijk om te delen. Want mijn zoon gaat nu inderdaad mee. Maar ik heb mijn kinderen nooit gepusht in de richting van mijn expertises of skills. Of om dat aan te nemen. Tuurlijk spreek ik erover alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Dus ze krijgen er wel veel van mee. Maar eigenlijk bijvoorbeeld het mediumschap. Dat bestaat eigenlijk soms niet eens thuis. De wereld van energie en voelen. Ja, ik heb allemaal hooggevoelige kinderen. Dus ja, dat is allemaal heel normaal. Daar zijn ze in opgegroeid. Maar verder zijn ze er absoluut helemaal vrij in. Dus een van mijn andere kinderen wil er eigenlijk niet zoveel mee te maken hebben. En dat is ook helemaal prima. Maar zo kwam er dus een tijd geleden die dag dat mijn oudste naar me toe kwam en zei, mam, ik realiseer me nu eigenlijk pas, ik heb gewoon een mentor in huis. En hij maakte op dat moment dus zelf de keuze om zich open te stellen voor alles wat ik zelf, om eerlijk te zijn, met vallen en opstaan heb geleerd van de beste ter wereld in hun gebied van expertise. En dit is trouwens ook een typische Tony Robbins quote. En deze is ook belangrijk om te onthouden. Dus neem dit mee, schrijf dit op, sla dit op. It's in the moments of decision that your destiny is shaped. Oftewel, het is op het moment dat jij die keuze maakt dat je jouw lotsbestemming bepaalt, vormgeeft. Zo kan je het eigenlijk zien. Hè? Het is altijd lastig om te vertalen naar het Nederlands, omdat het dan soms een beetje de kracht mist. Maar ja, voor de helderheid, Luca maakte dus helemaal zelf vanuit zijn eigen hart en eigen wijsheid de keuze. En vervolgens ging hij all in met zijn eigen moeder als mentor, therapeut en expert. En ja, dat was even afwachten hoe dat ging natuurlijk als moeder zijnde. Maar dat lukte. Dus ik zette gewoon ook echt bewust mijn moederrol opzij. En ja, toen zag ik ook in hem vooral al dat potentieel. En ik moet eerlijk zijn, vanaf het moment dat ik daar energetisch naar ging kijken, nou, ik werd gewoon zelfs nederig van wat ik waarnam. Maar dat is zijn pad, zijn energetische potentieel wat hij zelf mag laten ontvouwen. Maar we zijn toen dus samen aan de slag gegaan en hebben oude stukken doorbroken en getransformeerd. En eerlijk, sinds die tijd is die echt on fire. Hij heeft volledig zijn eigen route en plan uitgestippeld en volgt nu ook de stappen van de grootste ter wereld vanuit het gebied van expertise, wat hem enorm aanspreekt. Dus hij gaat zeg maar een soort van synchroon, maar via de mensen die hem aanspreken. En hij heeft het afgelopen jaar bijvoorbeeld al meer dan 40 boeken gelezen van de beste ter wereld op het gebied van succes, persoonlijke groei, transformatie, gezondheid, sales, marketing, business, zoveel meer. En naast dit alles studeert hij ook nog bedrijfskunde in Rotterdam. En ja, daar is hij ook al bijna klaar mee. Maar waarom deel ik dit nu allemaal? Nou, uiteraard ben ik een trotse moeder, maar daarnaast is dit nog veel belangrijker. En dat is eigenlijk heel simpel. Ik werk met Next Generation Changemakers. Ja, en hij is er absoluut ook één. En het mooiste is, ik leer nu ook zoveel van hem, omdat hij weer werkt en traint met de nieuwste en jongste generatie van super succesvolle experts. En dat is echt fantastisch te zien. Dus ja, ik ga jou meenemen. Uiteraard, als je dat leuk vindt, kan je mij volgen, kan je ons volgen. En ja, ik ga Luca ook zijn ervaringen laten delen in de volgende podcast vanuit Amerika, zodat je dus ervaringen vanuit verschillende invalshoeken
tot je kan nemen voor jouw eigen groei, voor jouw eigen ontwikkeling en krachtige transformatie. Dus ik ga bij deze de podcast bijna afsluiten, maar niet voordat ik deze hele belangrijke vraag aan jou heb gesteld. Want je weet nu, it's in the moments of decision that your destiny is shaped. Oftewel, dat moment waarop je die keuze maakt, daar wordt jouw lot en jouw pad bepaald. Dus mijn vraag nu aan jou, waar kies jij voor op dit moment? Welke actiestap ga je zetten om niet alleen voor jezelf, maar ook voor de generatie na jou de wereld een mooiere en betere en veiligere plek te maken? Waar vrijheid, liefde, vrede, groei en bijdrage aan het geluk van een ander met vlag en wimpel bovenaan staat. Nou, ik ben heel benieuwd. En het kan heel goed zijn dat je het aan de ene kant weet, maar ergens ook een beetje twijfelt. Dus twijfel je. Twijfel je welke stap de juiste is voor jou op dit moment. Maar weet je ook diep van binnen dat die krachtige changemaker die jij bent hier op aarde is gekomen om het verschil te maken? Ja, voel je daar een ja bij? Nou, DM of e-mail me dan het woord destiny. En dan bekijken we samen wat de beste volgende stap is voor jou. En even voor de duidelijkheid, DM, e-mail en informatie. Alles over deze podcast vind je hieronder in de notities onder de podcast of de podcast video. En daar vind je ook de link naar de show notes. En die kan je ook rechtstreeks vinden op www.lisettelucas.com/196. Nou, ik ga me voorbereiden op onze prachtige reis naar Amerika. Volg me op social media zoals Instagram, Facebook of LinkedIn. Hoor de laatste updates over onze life en business changing reis. En dan vlieg je gezellig met ons mee. Nou, ik kan niet wachten en ik hoop snel met je te connecten, je te zien of weer te zien. Thanks voor het luisteren en tot snel. Bye bye. Dank je wel voor het luisteren. Mijn naam is Lisette Lucas en nogmaals dank voor je tijd en energie. Nu actie ondernemen in de energie van dit momentum is de stap naar ultieme Energy Joy Mastery. Dus wil je meer? Voel je die bubbly yes van binnen? Ben jij klaar om onder mijn persoonlijke begeleiding en expertise de fases van mijn transitie- en transformatiesysteem te doorlopen, zodat ook jij die energieslurpende middenmoot voorgoed achter je kan laten? Om krachtig op high frequency, high value en high end level vanuit die vrijheid en je soulful zelf te leven, ondernemen en bij te dragen aan de wereld? Omarm dan nu de energie van dit momentum en boek direct een Soul Connectie Call via de link in de show notes. Of stuur me gewoon een DM en ik kijk er enorm naar uit jou te mogen ontmoeten.